De stilte heeft alweer lang genoeg geduurd. Ik wil de vlucht weer zien. Het strijden, de rennersblik die in de verte duurt. We staan klaar voor de 32e parel van de Veluwe hier starten in Harderwijk. Fantastisch om weer bij te zijn met een team van Haken 13. Christian Schaftenaar bij me als cameraman. Jo Remon onderweg in een auto. We doen toch alles om van televisie een mooi medium te maken. Mensen genieten van een 32e parel van de Veluwe. De laatste voorbereidingen op de parel van de Veluwe. Ja, zeker. Ja, moet ook gebeuren, hè? Want anders wordt het denk ik niks. Klaar? Ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Goed voorbereid? Ja, zeker. Wat heb je ervoor gedaan? Is dit een aparte koers voor jullie, zo'n grote clubcompetitie? Ja. Voor ons op zich wel, ja, want we zijn eerstejaars club als nieuw zeg maar, in de clubcompetitie. Dus voor ons wel pittig, ja. Ik sprak net een paar coureurs die rijden voor het eerst zo'n grote wedstrijd. Klopt dat? Dan zijn allemaal debutanten op Roy Steutenaar. Dat is een ervaren rot die al 20 jaar op de fiets zit. En de rest is of eerstejaars belofte of van de amateurs overgekomen. Die debuteren in deze klasse. Ja, mooi hè? Ja. Proeven van de wielersport, een stap naar die topcompetitie. Hoe hebt u ze voorbereid? Dus ze hebben zichzelf voorbereid. Kunt u ze een beetje prikkelen vandaag? We gaan dadelijk de wedstrijdbespreking nog even doen. De coureurs moeten tekenen en laten zien dat ze erbij zijn. De parel van de Veluwe gaat straks vertrekken. Het weer ziet er fantastisch uit, maar ze krijgen wat over zich heen. Wat een organisatie hier bij het gebouw voor Trek Benelux. En mooi dat ze de gasten zijn hier. De 32e parel van de Veluwe staat op het punt om te beginnen. Je ziet het wat er allemaal voor nodig is. Allemaal vrijwilligers. Motards noemen we dat in de wielersport. Geweldig dat ze hier paraat staan om van de parel van de Veluwe een groot succes te maken. Vind ik geweldig. Waarom zegt u als vrijwilliger ja tegen de parel? Omdat ons hart ligt bij de motorrijden. En je kunt hier twee dingen combineren, het motorrijden en vrijwilligerswerk. En we doen dat met een grote groep vanuit Apeldoorn. En voor een deel uit de Achterhoek. En ja, met elkaar maakt het gewoon een hartstikke leuke dag. Hij is niet zo groot, dus ik ken hem even. Goeiedag. Goeiedag. Ik vind het mooi zoveel agenten zich weer inzetten bij ons, de parel van de Veluwe. Nou, dat is goed om te horen. Mooi, hè? Ja. Heb je er zin in? Zeker, absoluut. Hebben jullie de boel besproken? Wat gaan we doen? Ja, alle rollen zijn verdeeld. Iedereen heeft een eigen taak. Dus het gaat goed komen vanmiddag. Ja, geweldig. Nou, ik zeg het vaak. En ook bij wielerkoersen. Die pet past ons allemaal. We moeten het samen met z'n allen doen, hè? Precies, zo is dat. Hey, succes en geniet van onze parel. Dankjewel. Hey, goedemiddag. Ik zie de ronde mis. Ja, daar word ik een klein beetje verlegen van. Ja, dat kan. Wat is je naam? Joyce Bonen. Ben je er klaar voor? Ik ben helemaal klaar. Voor jullie ook? Ja, wij ook. Hey, ga ervan genieten. Je gaat de hele ronde mee rijden? Ik rijd de hele ronde mee. Nou, je zit in een fantastische Mercedes. Het komt wel goed, hè? Ja, zeker weten. Hey, succes en geniet ervan van de parel van de Veluwe. Ja. En ik denk dat we hier een pareltje hebben zitten, toch? Dank u wel. Ploegleider van de IJsselsteek. Jij plannen met die club, hoorde ik. Las ik in de krant. Jij wil het wielrennen op deze locatie, Harderwijk, maar in de hele Veluwe, naar een hoger plan trekken. En dat vind ik mooi. Nou, niet alleen ik, maar met de hele vereniging willen we dat. De vereniging was de laatste jaren, deden ze meer mee als opvulling. En de IJsselstreek wil met de sponsoren, willen ze eigenlijk richting de top van Nederland, de amateurclubs. Meedoen met de topcompetitie straks. Ja, dat is uiteindelijk het doel waar we 2017 mee gestart zijn. Om deze clubcompetitie bij de beste clubs te horen. Waardoor we volgend jaar topcompetitie mogen rijden. Dat is in ieder geval het hoofdmoot waarom we deze competitie mee zijn gaan doen. En de mannen, zijn ze scherp? Zijn ze in vorm? We hebben één Harderwijker. Arjan Arendsen, zeg ik dat goed? Ja, klopt. Arjan, geboren en getogen Harderwijker. Die rijdt. En met Jasper Schouten hebben we een goede kanshebber. Heeft Wim Hendricks trofee, een vrije klassieker, afgelopen jaar al gewonnen. En met Rick Wielink uit Apeldoorn, Marien Boger uit Kootwijk en Kevin Koster uit Hasselt. En we hebben één wijziging, Harro Groeneveld meldde zich gisteravond ziek af, die ligt met koorts op bed. En nou hebben we een eerstejaars belofte en dat is Jome Aresos die rijdt voor hem. Dus we hebben een goede uitgebalanceerde ploeg en we gaan proberen wat moois van te maken. Nou geweldig, geniet ervan. Ik zie een klein beetje gespannen gezicht. Het is een thuiswedstrijd in Harderwijk. En maar geniet van de parels.
die je in je ploeg hebt, maar vooral van de Parel van de Veluwe. Het gaat helemaal goed komen. De eerste neutrale wagen in koers hoor ik, Danny. Ik hoor het, ja. En hoe zijn de benen van de broer? Heb je hem nog gesproken? Ik heb hem eerlijk gezegd niet gesproken, maar ik had begrepen dat hij gisteren goede benen had. Dus ik verwacht een hoop van hem vandaag. Ja, het zou heel leuk zijn als wij die eens hier ook bij de Parel op het podiumtje staan. Hè? Ja, dat zou super gaaf zijn. Ja. Nou, hey, succes. Maak er een mooie dag van, een mooie middag. En geniet ook een beetje van de koers. En niet te veel werk. Nee, wij doen rustig aan. Stilte heeft alweer lang genoeg geduurd. Ik wil de vlucht weer zien. Het strijden, de rennersblik die in de verte duurt. Ze moeten zo langzaamaan maar weer eens gaan klimmen. Tegen die vuile hellingen op. Zijn wij het juichen moe? We zijn allemaal kampioenen. Want een echte kampioen is één van ons. En het gaat door, door, door. Altijd maar door, door, door. Door het slijk en de regen. Niets houdt ons tegen. Het gaat door, door, door. Altijd maar door. Hard op de pedalen, van de start tot de finale. Gaat het door, 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 door. Bloemen aan de meet, voor wie vandaag het beste reed. En we juichen de kampioenen toe. Nooit zijn wij het juichen moe. We zijn allemaal kampioenen. Want een echte kampioen is één van ons. En het gaat door, door, door. Altijd maar door, door, door. Door het slijk en de regen. Niets houdt ons tegen. Het gaat door. Maar door, 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 met het hart op de pedalen, van de start tot de finale. Gaat het door, 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 door. Kampioenen, kampioenen. Theo Middelkamp, Piet Schotten, Rick van Steenbergen, Stan Okkers, Elsie Jacobs, Yvonne Reinders, Rick van Looy, Marie-Roos Gaya, Benoni Beheij, Jan Jansen, Eddy Merckx, Katie Hagen, Harm Ottenbos, Jean-Pierre Rosseré, Nicole van den Broek, Henny Kuiper, Tineke Vlopma, Freddy Maarten, Gerrit Nederman, Jan Raas, Petra de Bruin, Gordon Grigelion, Joop Zoetemelk, Rudy Daners, Leo Tien van Bossen, Johan Museum, Tom Bonen en Marianne Vos. Wat een kampioenen! En gaat door. Het slijt en de regen. Niets haalt ons tegen, het gaat door en door. Met het hart op de pedalen.